wij zijn in 1991 begonnen met, in een kleine zaal met een kleine tempel. En toen zijn we iets gegroeid omdat heel veel mensen uit verschillende steden naar ons toe kwamen. Omdat in Nederland heel veel Hindoe waren die gewoon geen gebedplaats hebben. Want er zijn wel kerken, moskeeën en zo, maar ja, Hindoe mensen die moeten ook ergens komen om te bidden. Nu zijn we groot geworden en nu doen we gewoon heel veel religieuze activiteiten en culturele activiteiten. En daarnaast komen ook heel veel, niet alleen Hindoe mensen, maar ook Nederlandse mensen bij ons langs. Ik vind dit dus heel aardig, omdat zeg maar, van de tempels die ik gezien heb wat afwijkt. Maar de eerste keer dat ik zo'n tempel gezien heb, dat was in Singapore. En daarom dacht ik van nou, dat wil ik dan nog weer een keer zien. Ik ben alleen hier nu nog maar binnen geweest, dus ik ben er nog niet omheen gelopen. Dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe het er straks aan de buitenkant uitziet. Of daar dus ook het nodige aan wat beelden aanwezig is. Als je een tempel bouwt met een Zuid-Indiase en Sri Lankaanse architectuur, dan moet je zo een toren bouwen. Dat is de maatvoering. Dus dit is niet sowieso iets gebouwd. Dit is echt een maatvoering die op een Hindoe schrift staat hoe je een tempel moet bouwen. En dan komt zo een Rajakobram erbij. Een kobram betekent een toren. Rajakobram betekent een grote toren. Op de Rajakobram komt veel beelden van goden voor. En daarnaast komt ook Dwara Balagar. Dat zijn de beelden die langs de openingen staan. Dus langs de ramen is. Dat zijn de Dwara Balagar. Die zijn de bewakers van de toren. Wat ik het aardige vind aan een tempel is dat het dus zeg maar verder reikt dan alleen het religieuze. En de keren dat ik zoiets gezien heb, is wat ik dus heel bijzonder vond, is dat mensen daar binnenkomen, gaan zitten, iets eten, iets bespreken met de pandit of zo. En ja, dat vind ik daar gewoon heel bijzonder aan in vergelijking met zeg maar een christelijk godshuis. My name is Shakti and I'm seven years old and I come from Amsterdam and I say lots of slogans and I pray lots of gods and that's what I like to do. Kripakaram shamakaram mudakaram yasakaram manaskaram namaskritam namaskaromi basparam. This is my first time in this temple. And do you like this temple? I love this temple. Why do you love this temple? Because I like to pray here. Why? Because I like all these gods very much. Okay, and do you like the architecture as well? Yeah. What's so nice about it? Can you explain me? Everything. Ik geloof er niet in, maar ik vind het fantastisch dat het zo belangrijk voor mensen kan zijn. En ik begrijp heel goed dat het een functie heeft. En ik vind die verschillende goden die er zijn, en met name Ganesha, en die zie ik hier heel veel, dat is voor mij een god waar ik altijd wel een soort zacht gevoel voor heb gehad. En de architectuur hier vind ik het is heel bijzonder. Het is natuurlijk absoluut niet Nederlands, maar dat is prima dat we dat hier hebben en midden in zo'n woonwijk. Ik vind het heel knap dat het gerealiseerd is. Tempel, dus wij noemen kovil. Een kovil die moet in een woonwijk staan. Want want tempel is voor mensen. Dus mensen kunnen makkelijk bereikbaar zijn voor de tempel. En daarnaast, ons geloof die zegt, tempel moet in de woonwijk staan, zodat de God naar iedereen
kan zien en ja, iedereen zegenen. Oké, okay. Dus in principe iedereen kan hier gezegend worden, al kijken ze ernaar. Ja, ja, ja. Dus dat zegt ook. Als iemand met de auto rijdt en dan ziet de Raja Cobra, dan is hij al gezegend. Ja.